Okay, people, let's go to work. Hallo, 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 hallo mensen. Lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een tutorial video. En de tutorial video's weten jullie dat die zijn awesome en die zijn handig om bijvoorbeeld een pretpark server op te zetten of een achtbaan te gaan bouwen. Er zijn twee gasten. Hallo, Vuurvlam en Max Gaming. Hallo. Max Gaming, hallo. Even kijken. Deze achtbaan gaan wij met elkaar instellen. Ik heb al van tevoren wat bordjes neergemaakt of neergeplaatst. Maar de rest van de bordjes gaan we met elkaar plaatsen. Nou, goed. Je hebt een station en we gaan enkel de speed instellen. Dus let op. Het achtbaantje komt als volgt. Hij gaat hier naar boven toe en een toetakeling heeft meestal een lage speed nodig. Nou, we gaan even hieronder kijken. Dan moet ik even kijken waar ik dat neer heb geplaatst. Hier. Ik heb dus onder het blokje heb ik een bordje geplaatst met plus train. Tussen haakjes plus train. Ik laat het zo meteen zien. Ik typ het even nu hierop. Plus train, daaronder staat property. Daaronder staat speed limit. En een achtbaan toetakeling is meestal tussen de 0.05, 0.06, 0.7. Dat kan je een beetje daaraan doen. Je kan er bijvoorbeeld een 0.03 doen of zo. Maar dan gaat hij heel slow. Dus ik heb hem nu momenteel op 0.07. Dat is iets sneller dan gemiddeld. De achtbaan maken we even weer dicht. Want hij moet altijd onder een rail staan. Nou kan dat... Kijk, bij dit hoeft dat niet. Dan kan je hem aan de zijkant neerzetten. Nou, hier bijvoorbeeld gaat hij een afdaling maken, een klein stukje naar beneden. Dus dat betekent dat je hem dus ook een klein beetje meer speed moet geven. Nou, omdat we hebben onthouden dat de speed omhoog 0.07 was, kunnen wij op zich dit wel aanpassen. En dan kunnen wij wel veranderen in plus train. We doen het nog een keer. Dat moeten we daar sowieso nog een paar keer doen. Property, daaronder speed limit en dan 0.1. Dit betekent dat hij dus een stuk sneller gaat dan normaal. Nou, dan gaat hij naar beneden. Hier maakt hij weer een beetje vaart. Dus dat houdt dus in dat je hier weer een beetje speed moet bijstellen. Nou, ik heb nou 0.12, dat is op zich goed. Dan houden we die snelheid aan, hij gaat weer naar beneden. Hebben wij hem een stuk sneller. Nou, ik vind dat dit iets sneller moet, want hij moet wel een beetje een vaartje hebben. En ik weet, als je te dicht bij elkaar doet, de speed limits, dan zie je niet heel erg verschil. Maar ik wil dit al gelijk op een 0.2. Ja, dat is snel, hè, Vuurvlam. Dat is snel. Nou, dan op een gegeven moment gaat hij weer een stukje omhoog. Zou hij in principe weer speed moeten afnemen, maar dat doen we niet. Hij houdt de vaart en hij wordt sneller. Hij wordt namelijk plus train. Het is een gedoe, jongens, maar het is, als je hem eenmaal hebt ingesteld, kunnen we hem ook zo testen. Daarom wordt het ook wel een best wel iets langere video dan we normaal zijn gewend. We zeggen 0.23. Nou, hier zou hij dan weer vaart moeten verliezen en dan zou hij weer speed moeten krijgen. Nou, 0.22 zou op zich kunnen. Maar is niet snel. Het is niet erg snel. Ik denk dat 0.4 en 0.5, dan zit je al een beetje... Dus houd maar in dat hij ongeveer de helft van zijn tijd zijn snelheid gaat. Maar hier gaat hij sneller. Hier heb ik het niet ingesteld. Hier gaat hij sneller. Gaat hij al 0.3. Dat is aardig snel. Dan ga je hier omhoog. En dan ga je hem hier weer afkorten met 0.26. Nou, dan moet je hier nagaan. Hier heeft hij weer vaart. Hier heeft hij weer vaart. Dus dan zou je hier eigenlijk weer een blokje moeten neerzetten. Nou, omdat we vorige keer dus 0.26 hadden, kunnen we hier dus zetten 0. Omdat hij naar beneden gaat, ik denk 7.28. Hier gaat hij naar boven, onthouden we. Gaat hij naar beneden, maakt hij vaart. Hier gaat hij weer helemaal omhoog. Dus hier zou je dan weer de vaart eruit kunnen halen. Dus dan zou je zeggen van train property, speed limit. En dan zou je zeggen van 0.22, denk ik. Nou, hier maakt hij een beetje vaart, maar ik wil die vaart gewoon inhouden. Hier mag hij gewoon die speed houden, vind ik. Ja, dit is gewoon een soort van hobbelweg. En ik zie dat iemand flink aan het spam is. Die gaan we even muten. Ja, dat kan gebeuren af en toe, hè. Af en toe zijn mensen flink aan het spammen. Ja, dat is dan mijn taak om dat een beetje netjes te houden. Ik zie dat hij weer omhoog gaat, hier twee blokjes. Dus dat betekent dat ik hem hier weer ga afremmen. Vorige keer hadden wij uit mijn hoofd 23 ingevuld. Dus dan zou je hier bijvoorbeeld 0.2. Dat is nog best wel een aardig vaartje. Niet snel, maar je kan wel een stukje zien van de studio's. Nou, dan gaat hij hier weer naar beneden. Ik hoef in principe geen vaart te geven. Hier zou ik wel iets vaart geven. En vooral omdat je hier natuurlijk weer naar beneden gaat, zou ik hem hier zo al zetten op plus train. Nou, vorige keer hadden we 0.2. Dus dan doen we hier bijvoorbeeld 0. Het is niet zo moeilijk, jongens. 0.24, dan gaat hij naar beneden. Dan zou je hier dus 0.3 kunnen doen. Speed limit 0.3.
Dat is iets te snel, denk ik. Ik denk, doe maar even 28. Van 24 naar 28. Dan gaat hij hier, gaat hij weer omhoog. Dus dan zou je hier de speed limit weer aan moeten passen. Dan zou je moeten zeggen van, nou, we doen hier dus... Ik zou hem één verder doen. Oh! Dat is niet de bedoeling. Ik pak even de sign weer. Plop. Oh, plop. Ploppen de plop. Plus 2. En zo moet je heel de baan instellen. En hoe meer signs je plaatst, hoe realistischer natuurlijk de baan wordt. Dat is logisch. Ik zou dit doen, een speed van 23. Want je gaat natuurlijk weer helemaal vaart maken hier naar beneden. Op zich kan je dit wel zo aanhouden. Zou ik hier speed kunnen doen. Hier zo. En hier zou je op zich wel speed... train, property, speed limit, 0. We gaan daar testen, mensen, uiteraard. 0.3 gewoon, boeiend. En dan hier gaat hij hier moet hij gaan remmen. Nou, hier heb ik al van tevoren een gat gemaakt. Hallo Leroy. Even kijken, hoor. Die zit ook al heel gniepig. Kijk. Nou, hier maken we dus een soort van... Ik maak het altijd een beetje mooi. Ik weet dat het niet heel erg nodig is. Maar zo'n treinstation vind ik altijd wel mooi als het een beetje netjes eruit ziet. Zo. En dan hier gaan we dus een soort van rem instellen. En later kunnen we daar nog geluidjes met tss in maken. Maar dat doen we nu even niet. Hier gaan we dus een vaart minderen. Nou, we zeggen bijvoorbeeld hier een bordje met train plus... Nou, we weten nog dat de vorige 0.3 was. Dat is aardig veel. 0.2. Dan doen we hier natuurlijk heel logisch 0.1. Train, property, speed limit 0.1. En dan zou je in principe, omdat hier nog een remstukje is, zou je dus wat vaart kunnen minderen, omdat dit een stuk dark ride wordt. Dit wordt een soort dark ride thematisering. Dus dan zou je hier bijvoorbeeld, 0.1 is al aardig sloom. Dan zou ik toch niet al te sloom laten gaan. Maar dan zou ik hem ongeveer, speed limit, 0.07. Dat is ongeveer de snelheid van wat we de takeling hadden gedaan. Nou, dan gaan we dit eventjes dichtmaken. Het spijt me dat ik je moet opslaan. Oh, hij is al weg. Zo. Nou, niet te zien dat daar een ding zat. Ook een blokje erop plaatsen. Zo. En hier nog één. Nou, hier, dit moeten we nog even afmaken. Hallo, beertje. Grombeer. Grombeer de beer. Nou, hier nog even een plateautje. Daar nog een beetje zo. Het is gewoon klikken, jongens. Gewoon klikken en klaar. Huppakee. Daar even een verdiepingje in. Daar nog een verdieping. Kijk, deze moet ook nog allemaal verdiepingjes krijgen. Er zit zelfs een gat in de plafond. Show me, jongen. Maak dat hier een gat in het plafond. Zo. Nou, dan kom je hier en dan ben je bij het station. En dan is het goed. We gaan het testen. En ik hoop dat we meegaan. Kom Leroy, we gaan even testen. We gaan klikken op inrangeren en dan komt er een treintje aan. Die komt als volgt. Zo. Mooie treintjes. Gaat u maar zitten. Ja, neemt u plaats. Ik zal het even zeggen. Neemt u plaats. Ja, hij gaat erin. Gaat hij er nog in, vuurvlam? Kan niet. Shift ingedrukt. En dan zitten. Dat zou moeten lukken als het goed is. Nou, dan is alleen Leroy mij. Max Gaming kan er wel in. Kijk, ja, dat weet ik nog van vorige keer. Vuurvlam heeft vaker problemen ermee. Nou, we gaan hem eens even starten. Dan gaan we die speed gaan we controleren. Let op, de attractie vertrekt. Hij houdt gelijk de 0.07 aan. Hij gaat langzaam. Maar 0.07, zoals je ziet, is nog niet zo heel snel. Maar hij is sneller dan een gemiddelde toetakeling. Want 0.05 is dan ongeveer wat we vaak gebruiken. We gaan kijken. Hij gaat hier die boost krijgen. Een klein beetje sneller. Kijk, je ziet het. Een klein beetje. Je merkt het nog niet eens. Nee, hij gaat helemaal nog niet snel, jongens. Dan zou hij nu wel iets sneller moeten gaan. Ja, oké. Dan moeten we dat daar nog even fixen. Ik denk niet dat je in een bocht die speedlimit kan aanpassen. Nou kijk, hij gaat natuurlijk ietsje sneller, zoals we al hadden gezegd. Kijk, hij gaat nog sneller. Dan gaat hij weer speed afnemen, een klein beetje. Speed erbij, speed eraf, een klein beetje. Dan gaat hij door het treinstationnetje heen. Houden we dezelfde speed aan, zoals we hadden gezegd. Hier gaat hij omhoog en verliest hij wat snelheid. Iets meer, iets een klein beetje. Nou, niet echt heel erg, je merkt er haast niks van. Er zit wel een lekker vaartje in deze achtbaan. Nou, hier houdt hij de snelheid aan. En dan hier krijgen we die remmen, let op jongens. Komen ze, komen ze. Zie je het? En hier houdt hij de snelheid aan en ga je door het stuk dark rijden. En met die remmen, dat geluid, dat tss, tss, wordt het allemaal vet. Oké, ik ga eerst dat ding fixen. We gaan nog een keer proberen, want dit lukte nog niet helemaal. Want dit moet namelijk één blokje naar rechts. En dat doen wij door middel van pasten. Zo.
En nu zou hem even nog een keer moeten testen. Als, inmiddels komen ze alweer aan bij Perron, als het goed is. Jullie hebben de rit overleefd. Gefeliciteerd. Zo. En ze worden geëject en ze staan meteen buiten de deur. En, ja, dat is makkelijk. Waarschijnlijk komen ze daar weer binnen. Huh? Waar? Waar staan ze nou? Komen ze nog? Ja, oh, ze komen nog. Gelukkig. Komt u maar. Ik start hem nog een keer. Ja, vuurvlam kan erin. Mooi. Nou, hij gaat heel slow. En nu gaat hij wat sneller. Ja, kijk. Hallo, jullie worden toegetakeld. Oké, nu gaan we kijken of hij dat 0.1... Je moet wel een klein beetje verschil merken natuurlijk. Want hij gaat natuurlijk naar beneden. Dat zou raar zijn als hij deze snelheid aanhoudt. Ja, kijk, hij gaat iets sneller al. Ja, mooi zo. Kijk, dit willen we hebben. En het begin moet altijd niet zo heel... Hallo, weer een Donald Duck. Nou, deze achtbaan is dus helemaal ingesteld voor ons. Het is niet moeilijk. Maar het is gewoon voor mensen die het niet weten is lastig. En ik hoop dat jullie wat van op hebben gestoken. Laat zeker een leuke comment achter wat je van deze tutorial vond. En zeker bedankt voor het kijken. En ik check je volgende keer bij een nieuwe tutorial van Disneycraft. Doei mensen! Outrootje. Ik moest even kijken op welke toets ik druk. Ik weet het. Komt-ie. 3, 2, 1.